Hi, mijn naam is Jeroen Blokland en welkom bij weer een nieuwe video. En deze keer kijk ik terug op de laatste beslissingen van de Federal Reserve en hoe Powell er echt alles aan heeft gedaan om aandelen verder omhoog te helpen. Voor wie ook naar het rentebesluit en de daaropvolgende persconferentie heeft gekeken, zal een Fed hebben gezien met twee verschillende gezichten. In het eerste gedeelte, met erin het officiële persbericht, liet de Fed zich wederom van zijn havikkenkant zien. Weliswaar verhoogde de Fed de rente ditmaal met maar 0,25%, iets wat al door meerdere Fed-leden was gesuggereerd. Maar de centrale bank gaf daarbij aan dat ongoing rate increases nodig zijn om de inflatiedoelstellingen te halen. Nou, increases is meervoud en dat betekent dat de Fed dus mikt op nog minimaal 2 renteverhogingen na die van februari. Dat strookt niet met wat markten vooraf verwachten. Die gingen ervan uit om nog krap 1 verhoging na februari. En na publicatie van het officiële persbericht gingen de aandelenkoersen dan ook omlaag. Maar die daling die duurde niet lang. In de persconferentie volgend op het besluit gaf Powell de markten letterlijk alles wat ze wilden horen. Het begon al bij de eerste vraag vanuit de zaal. Powell werd gevraagd of hij er moeite mee had dat de financiële condities zoveel verbeterd zijn de laatste weken. Ter verduidelijking, als de financiële condities krapper worden, bijvoorbeeld door hogere rentes, dan remt dat de groei en uiteindelijk de inflatie. Maar het antwoord van Powell was zowel verrassend als fout. Powell wees erop dat de financiële condities ten opzichte van een jaar geleden minder gunstig waren en ook ten opzichte van december waren verslechterd. Nou, voor wat betreft een jaar geleden ligt het er een beetje aan welke maatstaf je gebruikt, maar met enige fantasie kan dit nog kloppen. Maar ten opzichte van december zijn de financiële condities aanzienlijk verbeterd en dat is ook terug te zien in deze grafiek. De rentes zijn omlaag, de renteopslagen voor bedrijfsobligaties zijn omlaag, de dollar is omlaag en aandelen zijn omhoog. Beter dan dat kan het niet. Dus mijn afdronk is dat Powell of naar hele andere maatstaven kijkt dan de rest van de markt, of dat die financiële condities hem gewoon simpelweg minder interesseren. Wat de beurzen ook in het zadel hielp, was dat Powell vaak het woord disinflatie in de mond nam. Hij ziet lagere inflatie eindelijk doorzetten in goederen en ook in de huizenmarkt liggen lagere huurprijzen in het verschiet. Over zijn favoriete inflatiemaatstaf, die van de kernsectoren exclusief huren, zei hij meermaals dat de Fed daar nog geen afname van de prijsdruk ziet, de belangrijkste reden om door te gaan met het verhogen van de rente. Maar Powell voegde daar meteen aan toe dat ook hier een daling van de inflatie op korte termijn wordt verwacht. Nou, dat vonden de markten uiteraard prachtig om te horen. Tot slot nog een kenmerkende passage gedurende de persconferentie. Een van de journalisten vroeg hem naar het gapende gat tussen wat de Fed van plan is te doen, dat is de rente nog 2 keer verhogen en dan de rest van het jaar onveranderd laten, en wat de markten denken dat de Fed gaat doen, en dat is de rente nog amper 1 keer verhogen en dan in november alweer beginnen met verlagen. Ik herinner me nog goed van eerdere persconferenties dat Powell met name deze vragen eruit pikte om nog eens flink havikkenachtig uit de hoek te komen. Het is meermaals voorgekomen dat aandelen flink omlaag gingen als Powell nog maar eens benadrukte dat de markt ernaast zat en dat de Fed door moest gaan met verkrappen. Maar ook op deze vraag reageerde Powell deze keer anders. Hij antwoordde dat de simpele reden waarom markten verwachten dat de rente eerder omlaag kan, volgt uit het feit dat zij verwachten dat de inflatie harder gaat dalen dan dat de Fed verwacht. En hij voegde eraan toe dat als dat zo is, dan nemen we dat natuurlijk mee. Nou, als je de markten een reden wil geven om hun gelijk te halen, dan is dit de manier om het te doen. Wat moet je hier nou mee? De Powell persconferentie overschaduwde volledig de even eerder gepubliceerde ISM Manufacturing Index, die in januari harder daalde dan verwacht. Die index staat nu op 47,4, een niveau waaraan je voorzichtig aan een recessie moet gaan denken. Onderliggend was het beeld zelfs nog wat zwakker. Ik denk dan ook dat de kans op een recessie later dit jaar nog steeds aanzienlijk is. Echter, op korte termijn trekken de markten zich waarschijnlijk daar weinig van aan. Die zitten nu op de lijn dat Powell naar hen toe komt en niet andersom. Daarom kan deze rally voorlopig nog wel even doorzetten, tot het moment dat de markten zich echt zorgen gaan maken over de economie. Overigens kan dat natuurlijk op elk moment gebeuren. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot volgende keer.